Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we in het noorden van het land bewolking voorkomen, maar in het zuiden is minder bewolking aanwezig. Daar kan het in de ochtend nog wel wat nevelig zijn en daarna schijnt de zon van tijd tot tijd. Uit de wolken in het noorden valt een enkele sneeuwbui en die komen we vanmiddag ook in het oosten van het land tegen. Maar er blijft ruimte voor de zon zeker langs de westkust. Het wordt 3 tot 5 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind, kracht 2 tot 4. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen weer op en is het vaak wel droog. De temperatuur daalt al snel weer tot richting het vriespunt. Vannacht vriest het licht en kan opnieuw een mistbank ontstaan. Morgen lost dat allemaal snel op en daarna schijnt de zon volop. Maar in het oosten van het land komt nog wel een klein beetje bewolking voor. Het blijft droog en de temperaturen lopen op naar 5 tot 7 graden. De wind neemt wel toe, vrij krachtig kan die worden langs de kust. En ook dinsdag, woensdag en donderdag staat er vrij veel wind uit oost tot noordoost. En daardoor voelt het schraal aan. Dinsdag kan het lokaal 8 graden worden. Daarna gaat de temperatuur weer wat omlaag. En donderdag is er weer kans op wat winterse neerslag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl